We staan hier op een hoopvolle plek voor mensen die een woning zoeken. Hier is begonnen met het bouwen van 201 huurwoningen en 21 koopwoningen. Nou ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Er gebeurt hier achter mij van alles. Er worden op dit moment damwanden geslagen om een bouwput te kunnen uitgraven. Er worden heipalen in de grond geschroefd, zodat we na de zomervakantie kunnen gaan starten met echt met de bouw. Maar er is ook heel veel voorbereidend werk gedaan, want er zijn allerlei lussen in de grond gemaakt. Die gaan tot ruim 200 meter diep. En daarmee halen we de aardwarmte naar boven, waarmee straks de nieuwe woontorens verwarmd zullen gaan worden. Dus er is al heel veel gedaan. En super fijn dat we hier ook nog echt concreet de schop in de grond hebben kunnen stoppen. Nou zit die koop- en huurmarkt volkomen op slot. Wat zijn de oorzaken daarvan? De afgelopen jaren was de markt best wel in evenwicht. Zowel voor koop als huur was er een redelijke balans. Maar die balans is verstoord. Dat komt door een aantal oorzaken. Eerst is, er zijn meer jongeren op zoek naar een woning. Tweede is, er zijn veel kleinere gezinnen op dit moment. Dus mensen die alleen wonen, die zijn op zoek naar een woning. En we zien ook wel wat toeloop vanuit de omgeving. Dus ja, het maakt dat veel mensen op zoek zijn naar een woning. Ja, en het economische tij speelt ook een rol. Dus daar waar je vroeger misschien de stap wilde maken meteen naar een koopwoning, lukt dat nu nog niet. Prijzen zijn gestegen. Dus er zijn heel veel mensen die zich bij ons inschrijven in de zoektocht naar een huurwoning. Dan hoor je ook vaak scheef wonen. Nou, ja. Wat is dat eigenlijk, scheef wonen, meneer Hoofdman? Nou, scheef wonen betekent eigenlijk dat je in een woning woont die niet bij je levensfase past. Dus of je woont in een te goedkope woning, terwijl je inkomen misschien inmiddels in de loop der tijd wat is gegroeid. Of het omgekeerde gebeurt. Je zit in een veel te dure woning die je eigenlijk niet zo goed kunt betalen. En dat scheef wonen, ja, dat is een vraagstuk wat we ook willen aanpakken. Ja, want hoe gaat u dat doen dan? Allereerst moet er gewoon gebouwd worden. Dat gebeurt hierachter. Daarbij is het wel zaak om meteen slim te bouwen. Dus hier zijn 192 woningen gesloopt. En dan komen er 222 weer terug. Dus er komen er gelukkig iets meer terug. Zo proberen we dat eigenlijk overal te doen. Dat noemen we verdichten. Maar er is meer nodig. Denk ook gewoon aan hele creatieve oplossingen waar we misschien in het verleden niet zo vaak aan gedacht hebben. Bijvoorbeeld het transformeren van scholen. Of het omkatten van leegstaande winkels. Het plaatsen van tijdelijke woningen op plekken die misschien in de toekomst een andere bestemming gaan krijgen. Of iets heel anders, neem eens een woningzoekende in huis. We hebben hier in de regio net het project gestart Onder de Pannen. En Onder de Pannen betekent dat je als huurder zonder belemmeringen iemand in je huis een tijdje kunt opnemen. Daar krijg je ook een vergoeding voor. En dat betekent dat iemand die urgent is op zoek is naar een woning, bijvoorbeeld omdat hij net gescheiden is, ja, ook die woning makkelijker kan vinden. Nou, veel oplossingen zijn er mogelijk, er zijn er nog veel meer, maar er moet veel gebeuren in combinatie der dingen. Worden hier nou allemaal dezelfde type woningen gebouwd? Nee, hierachter niet. Hier bouwen we gedifferentieerd terug. Dus we bouwen hier studio's voor jongeren. We bouwen appartementen voor senioren. We bouwen wat grotere appartementen voor gezinnen. En we hebben zelfs een aantal koopappartementen voor starters. Supermooi. Dus het is een mix van verschillende doelgroepen die hier straks bij elkaar gaan wonen. En dat is wel hoe we aankijken tegen de vraagstukken hier in Heemskerk en Beverwijk. We willen gedifferentieerd terugbouwen. Ja, doorstroming, ook zo'n probleem, hè? Hoe gaat u dat aanpakken? Nou ja, het feit dat je hier seniorenwoningen bouwt, betekent wel dat je mensen verleidt, vooral senioren verleidt, om hier te gaan wonen. Vaak zijn dat mensen die een eengezinswoning achterlaten. Daar kan weer een gezin in. En het gezin laat vaak een starterswoning achter waar weer een starter in kan. Dus zo krijg je letterlijk beweging op de woningmarkt. Je moet ervoor zorgen dat er vooral seniorenwoningen beschikbaar komen. En dat is ook waar ik de gesprekken over voer met de gemeente, de wethouders, om te kijken waar we die kunnen plaatsen. Nou, vroeg net ook al de term verdichten. Nu is er zo'n verdichtingproces aan de gang in de Velst. Maar daar lopen de meningen nog over uiteen. Verdichten is goed. Maak slim gebruik van de ruimte die er is. Maar maak wel goede plannen
doe dat vooral in samenspraak met de buurt en met de mensen die er al wonen. Die hebben wensen, die hebben zorgen, die hebben ideeën hoe je zo'n buurt beter kan maken. Vertaal dat naar een mooi plan en dan zul je zien, dan komt er echt, die verdichting die gaat dan ook lukken. Maar je moet het wel met elkaar doen. Wat ik graag wil is dat ik samen met mensen die kennis hebben hier van de woningmarkt, makelaars, projectontwikkelaars, mensen van de gemeente, huurders, huurdersorganisatie, collega woningcorporatie. Ik wil graag met elkaar aan tafel en kijken welke slimme oplossingen we kunnen bedenken naast de traditionele oplossingen die we toch al doen. Kijk, gebouwd wordt er sowieso wel, maar het gaat mij erom, hoe krijgen we nou de creativiteit op tafel om ook die oplossingen te vinden waar we misschien met z'n allen niet zo snel aan denken. Ik zou het heel mooi vinden als er echt een centrumplan komt, waarbij we als woningcorporatie, maar ook met mensen die daar nu al wonen, mensen die daar winkels hebben, met elkaar gaan kijken van hoe willen we het centrum van Heemskerk nou in de toekomst nog mooier maken dan dat het nu al is. Wat is daarvoor nodig? Waar ziet u Woon op Maat en de bewoners van Woon op Maat over 5 jaar, zeg in 2025? Ja. Nou, ik weet zeker dat Heemskerk dan een stuk mooier is. Dan is dit project hier achter mij is klaar. En dan staan er niet alleen 3 woontorens, maar er is een heel mooi gebied ontstaan. Met heel veel groen, met waterpartijen, met fijne voorzieningen voor kinderen. Je kunt daar prachtig wandelen. Op dit stukje Heemskerk hebben we echt vooruitgang geboekt. En ik weet zeker dat ook op andere plekken in Heemskerk we een aantal wijken hebben aangepakt. Waarbij we woningen of hebben verduurzaamd of woningen hebben vervangen voor nieuwbouw. Maar wat ik wel belangrijk vind is ook dat we het groen van Heemskerk ook wel weten te behouden.